Dan moet je op vakantie en dan moet je dat vliegtuig in. Ja, tenminste als je niet naar Texel of naar Terschelling gaat. Maar ja, veel mensen willen toch de warme landen opzoeken en dan moet je vliegen. Maar minstens evenveel mensen hebben last van vliegangst. Ik heb hier zitten, Jeanette van Lübeck heeft geen vliegangst, maar zij behandelt namens Stichting Falk mensen die aan vliegangst lijden. Jeanette, wat fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan. De redder in nood. Wat is vliegangst? Ja, vliegangst is dus angst om te vliegen, maar dat heeft verschillende oorzaken. En dat kan claustrofobie zijn of hoogtevrees. We zien veel mensen die heel erg behoefte hebben om de controle te behouden. En vliegen is natuurlijk het ultieme loslaten, dus dat is ook lastig. Maar ook angst voor de angst, angst om in paniek te raken en dan niet weg te kunnen. En vaak is het een combinatie van die dingen. Jij zegt het inderdaad, de angst om los te laten. Je hebt heel veel mensen die roepen, ja, vliegen, dat is de meest veilige manier van vervoer. Het enige verschil ten opzichte van autorijden met vliegen vind ik dat je in een auto zelf het stuur in je handen hebt. Ja, en dan heb je dus vaak het idee dat jij de controle hebt. Maar ja, als er een iemand aan de overkant van de weg rijdt en die maakt een zwenk of die heeft gedronken of die krijgt een hartaanval of whatever, dan heb jij niet de controle. En dat is alleen maar de gedachte dat je wat hebt. Wat kan vliegangst, echte diehard vliegangst met mensen doen? Nou ja, in de meest extreme gevallen gaan mensen dus niet en beperken daarmee de kwaliteit van hun leven. Mm-hmm. Kan je je voorstellen dat als je kinderen of je kleinkinderen in Nieuw-Zeeland wonen en je durft niet te vliegen, dan heb je een probleem. Ja. En de mensen die wel vliegen, die hebben gewoon extreem last van die angst. En dat kan weken van tevoren al beginnen. Mensen niet slapen en extreem gespannen zijn. En angst is een hele vervelende emotie. Mm-hmm. Dus als je daar in die mate last van hebt, dan lijkt je. Dat is erg. Ja. Echt verlammen, zeg maar. Nou hoor je heel veel mensen over turbulentie. Een vliegtuig dat op en neer deint op luchtstromen, waardoor die beweegt en heen en weer schudt. Is dat gevaarlijk? Nee, absoluut niet. Er is nog nooit een ongeluk gebeurd als gevolg van turbulentie. De lucht bestaat uit deeltjes en net als water zijn er inderdaad verschillende stromingen in de lucht. Dus dat veroorzaakt soms beweging. En dat voel je in een vliegtuig. Het enige gevaarlijke eraan is dat voorwerpen in het vliegtuig kunnen gaan bewegen. Ja. En dat je je ergens aan stoot. En daarom moet je de riemen op die momenten ook vast doen. En die luchtzakken waar je wel eens wat over hoort, dat een vliegtuig ineens 3 kilometer naar beneden pleert. Kan dat? Nee, dat zijn allemaal sterke verhalen. Luchtzakken bestaan ook niet. Er zijn geen stukken zonder lucht. Lucht bestaat gewoon uit deeltjes. Dus dat is een. Dat zijn allemaal sterke verhalen die de angst alleen maar doen toenemen. Wat kun je doen, en dat weet jij, want je bent expert en je helpt mensen van vliegangst af. Wat kun je doen aan vliegangst? Nou, wij helpen mensen om zowel hun gedrag als hun gedachten te corrigeren. Mm-hmm. En qua gedrag zie je dat mensen er vaak als een strijkplank in dat vliegtuig gaan zitten. Dus de leuninkjes ook stijf vasthoudend. En daar ga je alleen maar ellendiger door voelen. En het vliegtuig gaat er niet anders van vliegen. Dus wij doen een stuk ontspanningsoefeningen. Zorg ervoor dat je zo ontspannen mogelijk een beetje als een zoutzak in dat vliegtuig zit. Lekker hangen. Ja. Ja. Dat je let op je ademhaling, diep door je onderbuik in ademhalen. Ook een hoge ademhaling zorgt er alleen maar voor dat de angst toeneemt. En we kijken naar wat mensen denken. Hè? Gedachten of angstgedachten spelen zich altijd in de toekomst af. Het zijn allemaal toekomstscenario's en we kunnen de toekomst niet voorspellen. Dus we zorgen ervoor dat mensen daar kritischer naar gaan kijken, naar wat ze aan het denken zijn. Maar nou hoor je wel eens, ik ken iemand met echt behoorlijke vliegangst. Die had heel veel aan de uitspraak, vliegen en zitten in een stoel in een vliegtuig is niet gevaarlijker dan thuis in je woonkamer. Ja, je kunt naar beneden storten, maar dat is niet aannemelijk. Maar wat voor harde feiten kun jij noemen waardoor het vliegen wat vergemakkelijkd wordt voor mensen? Ja, vliegen is inderdaad het meest veilige transportmiddel. Op de lift na. Maar het vliegen, daar zijn allerlei veiligheidsprocedures omheen. Dus mensen zien dat natuurlijk niet. En het is vaak het idee dat je in dat hokje boven in de lucht zit. Maar het is inderdaad veiliger dan heel veel andere situaties die je in het dagelijks leven doet. Als je thuis op de bank zit, kan je dak instorten of juist in de fik vliegen. Ja, dus 100% veiligheid heb je nergens. Nee, dat is zo. Lieve Jeanette, ik krijg as we speak allerlei sms'jes binnen van mensen. En het lijkt me goed om daar even op door te breien. Want er zijn nogal wat mensen die last hebben van vliegangst en daardoor belemmerd worden. Heb je vragen aan Jeanette, stel ze vooral. Stuur even een sms'je naar 4x3. En Jeanette, dat gaan we zo meteen bekendmaken. We gaan ook nog een training weggeven, een angsttraining. Een deel daarvan. Een deel daarvan, ja. Deze man heeft wel eens moeten vliegen. John Mayer.
Ja, eer die hier in de HMH in Amsterdam te zien was op die 13 januari. Ik was erbij. Wat een feestje, mensen. Maar ook hij heeft gevlogen. En dat is nou precies waar heel veel mensen bang voor zijn. Ik heb hier Jeanette op bezoek. Jeanette van Lubeck. Zij is expert op het gebied van vliegangsten. Jeanette, ik had het net met jou over de angsten die je teweeg brengt bij mensen. Maar wat kun je nou doen aan vliegangst? Even een paar statements die vliegangst onderuit halen. Oké, nou, in ieder geval eet wat van tevoren voorafgaan aan een vlucht. Hou je bloedsuikerspiegel op peil, dat is heel belangrijk. Drink geen alcohol of koffie van tevoren. Dat brengt alleen maar onrust met zich mee. Drink wel goed, maar water en sap vooral. En wat ik net al zei, let vooral op hoe je erbij zit. Maar dat zijn echte tips. Ik krijg namelijk ook van mensen hier sms'jes die zeggen... ja, als de motor nou uitvalt, die zijn daar bang voor. Ja, nou die kans is sowieso heel erg klein door al die scherpe veiligheidsmaatregelen. Maar het kan inderdaad gebeuren. Nou heeft een vliegtuig meestal 2 of 4 motoren. En als er één motor uitvalt, dan kan het vliegtuig dat heel goed hebben. Die kan heel goed verder vliegen op de andere motoren. En nou, die hele kleine kans dat alle motoren uitvallen, die kans is sowieso dus heel klein. Mm-hmm. Maar elk vliegtuig heeft de mogelijkheid om te zweven. Het heeft immers vleugels. Dus hoe hoger je zit, hoe veiliger het eigenlijk is, dan heeft het de tijd om naar beneden te komen. Hoort u dat, hoogtevreespatiënten? Ik krijg hier een sms'je die zegt, van iemand die zegt... sorry, maar ik ben wel een keer gezakt met een vliegtuig. Dus wat zij vertelt is onzin. Je had het net over dat luchtzakken niet bestaan. Hier is iemand die vindt van wel. Nou ja, ik ken het verhaal natuurlijk niet, maar ik denk dat het een hele heftige turbulentie is geweest. En doordat je in een vliegtuig niets ziet, je kan alleen maar uit de kleine raampjes kijken, voelen alle bewegingen kunnen veel heftiger aanvoelen. Dus het kan heel heftig hebben aangevoeld, maar dat vliegtuig zal geen honderden meters gezakt zijn, zoals wel eens wordt gezegd. Oké, en kan een vliegtuig uit elkaar vallen, wordt hier gevraagd? Nee, dat kan niet. Nee. Het is heel kort. Echt een stevig apparaat. Ja, het is allemaal op veiligheid ingericht. En geen enkele vliegtuigmaatschappij is ook gebaat bij een ongeluk. En elke piloot wil ook weer veilig thuiskomen. Dus die veiligheidsmaatregelen zijn echt heel scherp. Mensen, u kunt gewoon vliegen. Jeanette, 2 huishoudelijkheden. Jij gaat zo meteen op de chat plaatsnemen. Die is te vinden via bringedan.nl. Heb je vliegangst, heb je een computer bij de hand, log dan in op de chat. Ga naar bringedan.nl, daar vind je de link. En daar spreek je dan Jeanette. Kun je met je persoonlijke verhalen kun je daar terecht. En Jeanette, via diezelfde chat ga jij nog 3 prijzen weggeven. Ja, en klopt. Dat klinkt nou heel groots en opwindend en dampend en stampend, maar het zijn echt hele goede praktische prijzen. Wat wil jij weggeven? Ja, we geven 1 boek weg. Dat is het boek over vliegangst en hoe je er vanaf komt. Van de directeur van Stichting Valk, Lucas van Gerwen. Mm-hmm. Als 2e geven we een virtual reality sessie weg. Wow. Op het kantoor van Stichting Valk. En als 3e geven we een middagprogramma weg. Dat is het middagprogramma van de 2-daagse training die wij geven. En dat vindt plaats op Schiphol, in de hangar en in de simulator. Wow. Dus dan mag iemand aanhaken bij een training en dat allemaal beleven. Goed bezig, Jeanette. Ja. Nou, je hebt er dus ook nog wat aan. Surfen naar bringedan.nl, log daarin op de Guischat. En daar geef je net dan ook die trainingen weg. Misschien helpen wij jou van je vliegangst af. Moet je even nagaan, zeg. Kun jij in het vervolg gewoon rustig naar Amerika of naar Australië of waar je naartoe wilt. Jeanette, dank je wel. Heel graag gedaan.